Nu op RN7. NEC op weg terug naar de Eredivisie. Dit is de nabeschouwing. RN7. Vrijdagavond speelde NEC de uitwedstrijd in Almere tegen Almere City en het verloor met 3-2. Na de wedstrijd spraken we met aanvoerder Mart Dijkstra en trainer Pepijn Leijers. Wat ging er mis vanavond? Nou, dat we 3 goals hebben geïncasseerd, dat is te veel. En we hebben te weinig gemaakt, jammer. Dus ja, dan gaan die dingen mis. Ja, in ieder geval erg zuur, hè. Je verliest 3 punten. Ja, je verliest niet 3 punten, je verliest minimaal 1 punt. We verdienden meer, denk ik, zeker tweede helft. Eerste helft, goede start. Hun creëren wel 2 goede momenten uit de counter, maar daarna krijgen we wel grip over de wedstrijd. Door snel te spelen, door combinaties snel te maken, door goed te staan en goed agressief counterpressing te spelen en hun onder druk te houden. Waardoor we vaak de tweede bal winnen, waardoor we hoog blijven spelen. Creëren niet genoeg. Niet genoeg beweging, niet genoeg creativiteit als het ware. En dan is het wel zaak om de boel bij elkaar te houden. In ieder geval in die zin dat we... Kijk, iedereen heeft een keer 2-0 achter gestaan. Iedereen heeft een keer dat omgebogen naar een 3-2 voorsprong. Dus het is altijd mogelijk. Het is dan hoe je daarin gelooft. En dat hebben we natuurlijk al overgeprobeerd te brengen op onze manier met z'n allen. Ik ben tevreden over de tweede helft. Ik had niet meer van ze kunnen verwachten. Hè. Dus Sven die echt een sublieme tweede helft speelt. Hè. Die echt de pannen van het dak speelt. En dan hoop je tot net die derde ook natuurlijk valt. Hè. 2-1 en 3, of 2-0 en 3-1 achter staat. En je hebt gewoon. Je verdient het eigenlijk om 3-3 te maken. Nou, dan kun je niet meer vragen van je groepen. De rode kaart, zag jij wat er gebeurt? Niet super goed. Ik denk, kijk, op de beelden is het allemaal makkelijker misschien uit te leggen. Maar ik had niet het idee dat het rood was, meer ongelukkig dan dat er opzet in het spel was. Goed, Blom was vrij overtuigd van wat hij zag. En hij vond dat rood was. En ik had het gevoel dat die speler van Almere iets vrij laag naar de grond ging. En dat Ole hem niet helemaal zag aankomen en gewoon voor die bal ging. Alleen, ja, het was een ongelukkige botsing, dat sowieso hoor, los van of het rood was of niet. Maar ik had het idee dat het zwaar gestraft was. Maar goed, misschien heb ik een gekleurde bril op. En het is met name sneu voor die jongen, die maakt zijn debuut. En dit zal hij niet snel vergeten, denk ik. Tot slot dan vrijdag Den Bosch. Dan moet er gewoon worden. Ja, dat gaan we wel doen. Ja. Ja.